Deze nieuwsuitzending in deze coronatijden is een reactie op de activiteiten van mensen als Karel van Wolveren, uh, nog maar, uh, Tom Switzer, uh, Blue Tiger Studio, uh, weldschmerz uh, Willem Engel, Maurice de Hond, en die mensen die bezig zijn om ons te vertellen wat er aan de hand is, momenteel. En wat ik een hele goede vond was een vraag die aan George van Houts werd gesteld over de aanslagen van 11 september in New York. En dat is op het kanaal, staat Game Kings Fault. Nou? Game Kings Vanaf de redactie van Gamekings. Bekend van Comedy Central, Spike TV en Gamekings.tv. Komt deze wekelijkse podcast. Aha, Gamekings presentator Boris ontvangt gasten met een fascinatie voor gaming, media, film. Series. Star Wars. Sport. Cryptocurrencies. Currencies. Gezondheid en nog heel veel show wel, Dit is wel goed gedaan. Daar hebben ze over nagedacht. Dat, je, dat, dat gelijk staat. En nog heel veel en dan eronder show more. Nou, doe even show more. En nog heel veel meer. Ja. Dit, daar heb ik respect voor. Daar heb ik respect voor. Ik heb mijn hele leven gewerkt. Zo, aan de ene kant werd ik belaagd door oh, die accountancy je boekhouder. Ja, maar die, die, die centen, dat klopt niet. Ja, en aan de andere kant van, van die mensen. Van, uh, ja, wij zijn van marketing. Het is wel zo. Dat, dat kan dus niet, snap je? Dat, dat kan niet qua positie. En ik zou, we, we lopen in het heikelen. En er was dan geen discussie, want die lui hadden gelijk. De, dit soort discussies dus. Gezondheid en nog heel veel. En dan show more. En dan staat er meer. En als je niet oplet, weet je niet waar je naar kijkt. Hè? Dit keer met de hooggeëerde gast George van Houts En dan krijg je definitie nerd. Nou, dat vind ik allemaal standaard maken. Ik. ik weet niet wat een nerd is. Hè. Nerds zijn in de regel, zoals ik zou zeggen, mannen die zijn zo onaantrekkelijk, die worden door de vrouwen met rust gelaten. En ja. En. Er zijn van die nerds en die vinden dan daadwerkelijk een vrouw. En die zegt, ja, het maakt me ook niet uit. Het is een nerd. Ik wil gewoon kinderen en ik blijf bij hem voor altijd. En die worden heel oud. En je hebt ook nerds zoals ik. En die worden belaagd door een vrouw. En dan. En als ze geen kinderen van je krijgen, dan gaan ze vreemd. En als ze dan wel kinderen van je krijgen, dan lopen ze ermee weg. Want dan hebben ze een nieuwe vriend. Dus wat is een nerd? Je hebt de blije nerds zoals ik. Ik snap niet waarom, maar. Dat, dat is dan toch leuk of zo, wat mij overkomen is. Ik, ik kijk vrij vrolijk tegen het leven aan. Daar kan ik gewoon helemaal niks aan doen. Dat was ik al toen ik klein was. En zo blijven maar lekker doorgaan. Ik, ik hou niet zo van negativiteit. Gewoon oh, een beetje zeuren over andere mensen. Dat vind ik wel belangrijk. Eh, namelijk dat de waarheid iets is waar we het over moeten hebben. En hier komt dus George. En mijn vader heet trouwens. Ook George, van zijn voornaam. Precies zo. George Winkel. Uh, van van House over 9-11. Hmm. Dat George van House stilstaat bij het feit dat de, wat we gezien hebben op tv: dat moet een. Ja, dat, dat, dat moet. Dat is wat anders. Dat is theater, zo noemen we dat. Dus wij zagen op tv theater. Hm? Stel, je hebt. Uh, dat is heel simpel eigenlijk. Je hebt allemaal rondom je ja, huis heb je allemaal beveiligingscamera's. Hm? En dan ben je heel opletten van, ja, staat alles wel goed? Er komt helemaal niemand aan. Je hebt allemaal beveiliging, kan je schakelen. Dent 1, net 2. En dan kan je de hele tijd kijken naar hoe het werkelijk is. Nou, om je eigen huis, even goed nadenken. Hè? Nou, om je eigen huis, je bent een landeigenaar, maakt mij niet uit. Je hebt ook nog herten, die moeten afgeschoten worden. En daar huur je dan die dorpelingen voor in. En die zeggen dan, wat wil je hebben voor die herten? De kijkers zeggen, ja, weet ik veel. Geef me wat. Maar uh, niet zoveel herten. Snap je zo, dat je, zo iemand bent gewoon een aardige landheer. Iedereen denkt: we moeten die sukkel met dat bosgebied. Je hebt er helemaal niks aan. Maar ja, uh, er lopen allemaal herten. En zwijnen. Uh, die mogen ze allemaal hebben. Dat soort lui had je hè, in Frankrijk. <laughs> Serieus, hè? Gewoon een laissez-faire. Uh, ik, ik ben hier de eigenaar van hele meuken. Iedereen die meedoet, dan heeft tevreden En de rest, ja, wil uh, weer wat van me weten. Dit is mijn huis, mijn gebied. Dan moet je een beetje een legertje hebben. Als er wat sodamieterij is of zo, dan kunnen ze. Oh, we zijn aangevallen. Dan zeg je, oké, okay, waar zit jou weer? Oké. Okay. Salamontaan, wat katapat, korda, Japan, En dan kloppen, 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 kloppen. Kijk, daar had de harde omgeving nog wat aan je. Even goed blijven nadenken met z'n allen bij de lessen. Goed weten wat ze Frankrijk hebben aangedaan. Ja, Daar wordt niet meer stilgestaan. Wat ze Frankrijk hebben aangedaan. is hetzelfde wat ze in het zuiden van Vietnam hebben aangedaan. Ik hoop dat ik niet te hard overkom. Dit is daadwerkelijk een open brief. En... Een soort... Het is een. Ik, ik ben. En ik snap het ook wel. Het is gewoon de hete drol die midden in de kamer ligt. En wij weten allemaal dat toen die Kroaten. ergens aan het einde van de 20e eeuw. het eindelijk voor elkaar hadden. om bij het internationaal gerechtshof te gaan beginnen. Over de genocide in Kroatië. en waar dat voor nodig had. Wat was het nut? Waar is de vergoeding? En die Kroaten zijn naar huis gestuurd. De Joden hebben een concilie gehad. Over de betrokkenheid van dezelfde partij bij de Jodenvervolging door Adolf Hitler. In Kroatië ging het ook om 200.000 Joden. En diezelfde partij, die. Daarvan werd gewenst door de Joodse gemeenschap dat die partij om de tafel zou komen zitten en wat zou kunnen vertellen over de, hun betrokkenheid bij het slecht behandelen van mensen van Joodse afkomst door Hully. Het gaat om de waarheid. Het is steeds één en dezelfde partij. De, uiteindelijk vraagt dan de, de gaming king en uh, die vraagt aan George van Houts: van "Ja, uh, je hebt zonder meer gelijk. Uh, ja, dat kan ook allemaal niet." Uh, oh nee, ik, ik heb mijn verhaal niet afgemaakt. Kijk, je hebt al die camera's om je heen. Huh? En uh, als je dan binnen wil breken, dan kan je zo'n camera kapot maken, maar dat heb je gelijk in de gaten. Huh? En wat je het beste kan doen, is dat je er een soort scherm voor die camera hangt. En daar krijg je dan een fake beeld. En jij kijkt zo van: Oh, alles is leuk in de tuin. Oh, het lukt zich. Oh, die jongen. Oh, die, oh. dan, dan kijk je niet naar de werkelijkheid, maar je kijkt dus naar het theaterstuk. Ja, dat heet theater. Het theater is bedoeld dat er op een toneel. Binnen een bepaalde begrenzing. speelt zich iets af. Dat heet theater. De enige reden om dat te doen. is. demonisch. Met uitzondering van. Het is. Die jeugd vindt het leuk. Eigenlijk vinden die oude mensen het ook wel leuk. Dat iemand, en het is dan leuk dat het iemand is die je kent. Ik heb op Schiermonnikoog gewerkt. Daar had je ook theater. En die vent die, die DJ, die was elke avond DJ, DJ, woep. En aan het einde van de avond. If I had a hammer. Een do, hammer in de evening... Een hammer in Een verschrikkelijk nummer. En als dat was, was het laatste liedje. En de volgende ochtend zat die gozer in de bus. Kijk, dat vind ik normaal theater. Zo'n buschauffeur wil ook naar meisjes kijken. Je hebt ook theater met een bedoeling. Shakespeare is daar een goed voorbeeld van. Het is, uh... Oh, uh, niet te vergeten, die gozer. <laughs> die is van diezelfde organisatie. Hoe heet dat die? Als de dingen in de dingen speelt, is het zo'n dier, zo'n zielen, zo'n hemel... klingelt. Het is dezelfde organisatie. Het Duitsers uh, de angst op het lijf jagen. En geld aftroggelen. Met een briefje, met een haantekening van uh, de organisatie. Stel ik je afpersers zijn het. En hoe langs doen ze dat al hier? Nou, hier in Europa is dat zeg maar 2000 jaar. Hoe lang doen ze het al? Als we een beetje nadenken, dan begrijpen we ook wel dat het onderscheid tussen Italië en Griekenland dat, dat niet zo groot was, hè. Die gedoodverfde wiskundeleraar, <laughs> Pythagoras, die zat in Italië. Dat was het jaar 600, voordat... Uh, ja, we doen dat ook wereld. Ik, ik wil zo neutraal mogelijk blijven. Voor onze jaartelling. Er is helemaal geen verschil. Wat nu in Europa heerst, is precies hetzelfde als dat wat in Babylon heerste. In He, Italië heb je Griekenland, vanuit Griekenland heb je Egypte. Dat was het gedoe met Egypte, met de Cleopatra. Oh, dat was, dat was die Romein. Ja, je snapt het wel. Dat is hetzelfde. En dat is Babylon. En wat is dat? Uh, Babylon, dat gaat over de stedenbouw en de algemene stad: de één grote stad. Eén grote staat. Dat is Babylon, dat was toen al. En dat hoor je te zeggen. En dan bij Blue Tiger. En dat irriteert mij. Dan staat men stil bij het feit dat de katholieke kerk heel veel dinges heeft gebracht. Dat is best schandalig, eigenlijk. Denk je nou echt dat we het nodig hadden? Dat is hetzelfde als dat je denkt dat die lockdown... Ja, heeft hem een paar doden gekost, maar dat was wel nodig. Daarom kan je niet zeggen dat de katholieke kerk noodzakelijker was... of toch geëerd moet worden en de lockdown niet. Als je denkt dat de katholieke kerk met hun schade dat het best kon... dan moet je ook eerlijk toegeven ja, de lockdown... ja, het kan dus wel. Dat principe... Het principe kan wel, maar alleen de lockdown mocht dan niet. En waarom de lockdown niet? En waarom wel dat de katholieke kerk, die heeft de geschriften van de Hebreeërs, de Hebreeërs hadden geschriften, daar is een stuk bovenop gekomen in het Grieks, dat is vervolgens ingepikt en vertaald in een prutstaal. Letterlijk een prutstaal. Namelijk een in elkaar geprutste taal. Dat is het moderne inzicht. En dat ken ik vanuit mijn programmeursverleden. Ken ik ook allemaal. Van die hoogvliegerijtaal. Zo'n taal. Dat is leuk. Dat is erg exact. Het krijgt het alleen niet uit de bek. Het moet een keer gezegd worden. Wat de waarheid is. En dat je een waarheid alleen maar kan uitspreken in taal. En anders net. Of not. Of niet. Het is toch duidelijk? Zij hebben die geschriften van de Hebreeën ingejatterd en omgezet in Latijn. En toen hebben ze dat, die kopie, die vertaling, die mocht niet terugvertaald worden. Naar de taal die wij hier spraken. Wat een mengelmoes is van dat wat ze spraken in India en wat hier in Europa gebazeld werd. Ja toch? Wij mochten niet. De inhoud van die Hebreeuwse geschriften zien. Dat werd verboden. door de katholieke kerk. Voltaire, dat was een jezuïet. die heeft gezegd. Ik vind het terecht. dat de katholieke kerk destijds de inzage verbood. Want er staat een meest smerige in die je maar kan verzinnen. Je moet die smerigheid verborgen houden voor het volk. Voltaire. Ja, maar Perry, dat was een grapje. Ja, 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 ja. Dat dient gezegd te worden. Europa gaat al 2000 jaar lang gebukt onder idioterie. Met die opdringerigheid. Oh, je moet allemaal samenwerken. Allemaal samenwerken. Allemaal. Allemaal bij elkaar. God, het, het genus is Babylon. Ik bepaal wel met wie ik wil samenwerken. Lijkt mij. En dat durven jullie niet te zeggen: dat het Babylon is. Dat, daarvoor daag ik jullie uit. Het is alleen maar dat. En wat is Babylon? Nou, Babylon is dat waarvan Nietzsche zei: nu krijg je dat. Dat is wat Nietzsche zei: Nietzsche zei: God is dood. Omdat dat is niet. Dat is, uh, dan krijg je een maas. Dan moet je vooral dat hebben. Waar mensen als Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche hun maatschappelijk leven voor in het spel hebben gezet. Dat was het ontkrachten van de katholieke dogma's. En dat was 1, 2, 3, rock. Dat vergeten. Dat, dat, uh, dat, wij, wij, wij vergeten dat vermogen. Wij vergeten dat we dat vermogen in ons hebben. En we moeten ons durven uitspreken tegen idioterie. En als we de. De staatsidioterie begrijpen en dan ook zien dat wij aan de staten, dat hele begrip van de staat, van, van Babylon, van, van een soort van babyboerderij. Als we snappen dat, dat dat alleen maar ellende geeft. Wat heb je dan over? Dat snap ik ook wel. Wat heeft het leven dan nou voor zin? We, we kunnen de staat niet verbeteren. Dat gaat niet. Dat is, dat is ook niet de bedoeling. Een piramide moet er komen. En die piramide kan je niet zien. Dus er moet een onzichtbare piramide komen. We krijgen een nieuwe aarde en ook een nieuwe hemel. En dat wordt die piramide. Dus er komt een tijd aan dat wij terugkijken op deze tijd. En dat we dan tegen onze kinderen zeggen: Ja, gek hè? En toen dachten de mensen. Dat ze. Ja. Dat ze het deden. Bill Gates en zo. Bill Gates was dan zogenaamd een toren aan het bouwen. Tot in de hemel aan toe. En dat wij zo dadelijk dan zeggen. Onze kinderen, wat dom hè? Van die Bill Gates. zitten <laughs> onze kinderen denken: woepsje. En ja, dat wij tegen onze kinderen zeggen: pas op. Dat je niet zo dom wordt als Bill Gates. En dat ik je daar niet in geloof. Serieus, dat is mijn overtuiging. Het is een kwestie van tijd. En dan, dan krijgt iedereen gelijk die het had. En als je geen gelijk had, ja, dat is, we, we, we kunnen je gelijk geven. Dat is de enige boodschap. Hè? En die staten, ja, die liegen. Hè? Maar daar kunnen ze niet zoveel aan doen. Hè? Dat hele principe met de heilige stoel. Daar gaat het om. Hè? Is er een heilige stoel... waarvanuit men... een soort senaat en die gaat overleggen... en dan krijg je de supersenaat en je verzint maar wat... En uiteindelijk komt daar de, ja, de beste move of zo. En die doen we allemaal. Dat kan niet. Punt. De Romeinen die hadden dat mooie ideaal van een centurion. Dat kan. Dus één op de honderd. Dus één op de honderd, die train je af... En vandaar dat Latijn. Dus dat wat ze als ja, van mannen, gewoon vechtbare kerels. Maar die spraken van alles. Het was een multiculti. Dat was het, ja. Multiculti. En die multiculti-meuk, die, die moest op taalles. En, en dat werd Latijn geleerd. Dat werd dus gezien als de makkelijkste taal voor mensen te leren. Zo is het Latijn verzonnen. Een soort Lego. Maar dan heel slecht. Heel raar Lego. Nee, geen Lego, want Lego is goed. Nederlands is Lego. Nee, die... Latijn niet. En zo wisten ze die kerels uh, de, 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 onderling te laten communiceren. En ja, je snapt het wel. Uniformen. Dat is Latijn. En ja, Latijn, in de, de Latijn lijkt vreemd genoeg een beetje op Turks. Je hebt ook Groenlands. Dat, dat is helemaal gek. Je hebt uh, Japans. Heel bijzonder. Japans en Fins. Dat is ook zo gefretzerij. En Hongaars hoort er ook bij. Hongaars, daar, daar helemaal niks van. Kelletipoe. Wat is dat nou weer? Oh, in het Hongaars, Dat doen ze. Bier, dat noemen ze sjoem. Dat is maar geen sjoem. En wijn, dat noemen ze bor. Dan heb je ernstig taalconflicten. En al die talen samenbrengen. En dat dachten ze even te gaan doen met het Latijn. En toen. Was het ook niet? Oh, en dat Latijn hadden ze gereserveerd voor de priesterorde. Dat was, het. ja, dat was het. Dus de priesterorde die leerde die geheimtaal in totaliteit. Uh, de meuk die, die kon uh, een broodje shawarma bestellen bij de snackbar en uh, die kon er wat mee. En voor de rest had je er helemaal niks aan en iedereen lulde maar wat. Ik denk dat het zo was. En de priesterorde die, die sprak Latijn. Belachelijk. Het is een hele belachelijke fase geweest voor de mensheid. Laten we daar eerlijk over zijn. En we hebben er nu nog steeds, hoor. Het is leuk als. Ze vertaalden ook namen naar het Latijns. René Descartes. Die heette Cartesius dus René van de Kaart... is Kaart van de. Dat is logisch. Er zit een bepaalde orde in het Latijn... en dat is leuk om... te categoriseren. En dat hadden we ook kunnen verzinnen... zonder dat die mensen... die taal de wereld in slingerden... om al die soldijen... boeren... te betalen... Het is een overblijfsel van de militaire orde. En dat is niet de orde die er is. Ik heb mij verdiept in chaostheorie in de jaren tachtig van de vorige eeuw. En ik vind dat interessant. Nu niet meer zo. Ik weet het nou als een beetje. Het komt erop neer dat. Systemen. die. Uh, buiten hun natuurlijke orde brengt. op wat voor manier dan ook. De kost punt één. een initiële energie. en dan blijven ze. en dan. poef. Uh, en dan is het weg. En die poef. Die komt niet op één moment. Nee, die komt op één. Mo dat is. De, de poef komt op één moment. En tegelijkertijd op meerdere plekken. In één keer. Poef. Dat is chaos-theorie. En het moment waarop dat zal plaatsvinden. Dat is per definitie niet. Te vinden. Dat kan je niet voorspellen. Nou, wij, de mensen, wij worden nu. We zitten in een porno-maatschappij, in een theatermaatschappij. Dus onze kinderen worden wakker in een theater. En wij ook. Wij zijn ook wakker geworden in een theater. Ja, sommigen van ons zijn. Wim Kruidentuin die is wakker geworden op een boerderij. Dat was geen theater. Wim die, die kwam s'morgens uit zijn bed. En dan en zat zijn moeder die zat bij de kachel. En Wim wist dat zijn moeder daar zat met een brandende kachel. En dat er al van alles bezig was. Dus als Wim uit zijn bed kwam, en was zijn moeder al lang bezig. En uh, zijn vader, dat is zoveel hectare land. En, uh, uh, ja, je kent die. Uh, je, dat is het boerenbestaan. Dat is geen theater. Hè? Onze kinderen worden wakker in theater. Dat is van de katholieke kerk. Die, die hebben ons dat opgedrongen. Dat vluchtelingenprobleem, bijvoorbeeld. Waarom naar Nederland? Nederland is. Het drukst bevolkte land van Europa. En het op vier na drukst bevolkte land. Als je namaaklanden zoals Monaco en Liechtenstein, als je die buiten beschouwing laat, die adellijke gebieden, maar de gebieden waar de burgers wonen, zijn wij het helemaal. volgetimmerd. We zitten in de top 10. In de top 10. Vier, top 5 van de wereld. Wij worden onderdrukt. Door de katholieke kerk. Ze mogen ons niet. En dat komt omdat de katholieke kerk in hun aard. het enige wat ze zijn is. Wat wij als christenen noemen. Uh, gehoorzaam aan je ultieme menselijke kracht. Satan is niet een, een wezen. Nee. Jij bent Satan. Satan heeft jou overgenomen. Jij bent alleen maar de volledige power. van dat wat je kan doen. Je bent power. Je kan dit, je kan dat. Je kan alles. Het werkt echt, hoor. De, 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 dit laatste is een geloof. Dus op basis van. En ik geloofde het toch al. En ik heb het dus gehoord. Ik heb een getuigenis van een vrouw. En die beweerde dat haar vader. Die was openlijk Jehovah's getuige. En was de runner van een schoonmaakbedrijf. En ze hadden vier woningen hier in het centrum van Arnhem. Aan elkaar grenzend, net als de Beatles. En zij was dan meegenomen naar uh, Kelders en ze heeft daar dingen zien gebeuren. En, en op zondag Bijbel lezen. Ja, het is wel. Van dat soort getuigenissen raak ik altijd weer in de war. Dus ik denk: helemaal. Dat vind ik zo. Uh... Dat is ook zei ja. En het was ook zo, hè. Dat ik op een dag thuis kwam. En toen was mijn broer. Was... Nee, of was het nou haar vader? Nou, in ieder geval een van de beiden. Die, die was haar zus aan het. Uh... Penetreren. Op de bank. Zij zei ook wel. Ik dacht in die dagen... Nou, als je nou maar wat ouder wordt, dan, dan overleef je het wel. Want er worden alleen maar baby's geslacht. Zei zij, zei je? Ja, jo, maar Piri, dat soort mensen zijn knettergek. Oh, dat geloof je toch niet? Nou, ik... Uh, zij belde mij en zei... Ja, ik ben bij jou om de hoek in een grote feestcafé. Kom je ook? En, nou, als je mij een beetje kent... Maar dan denk ik... Uh, 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 ja! Ja, toch? Dus, uh, uh, ik wilde haar leren kennen. En... Uh, Kom ik daar binnen en dan zit ze te praten met een andere man. En dan heel bevangen, hè, door die man. dan denk ik, nou ja, dat is misschien een belangrijke kennis van vroeger. En de muziek was leuk en ik maak een dansje. En... en mijn aansteken doet het niet. Ja, nou weer wel. En ik maak een dansje. En ik draai me om en er zijn die twee krukken leeg. En ik denk, oh, die zijn wat gaan roken. Nou weet je wat, ik heb ook zin om wat te gaan roken. En dan loop ik naar de buitendeur toe. En daar zat iedereen te roken in de portaal. En de plek naast haar was even vrij. Of ik stond vlak in de buurt of whatever. En ik zei, gedacht tegen haar. En dan komt die gozer aanwandelen en die zegt tegen haar: meekomen, nu. En nog een keer, en nog een keer. En, en zo, ik weet hoe lichaamstaal werkt. Ik weet, ik heb verkoperij gedaan. Als je als verkoper werkt, het gaat allemaal om de taal van je lichaam. Je heersendheid, je beschermendheid, je ik uit dat wat de kracht is. Dat doe je met je schouders. en Dat werkt helemaal in je ruggengraat. Dan moet je je heup in balans zijn. Maar ik ken de truc. Wat is dat nou? Dan en dat gaat hij joker lopen doen, hè? Ik zeg, oh, ik zie dat onmiddellijk. Hè? Ik denk, hij kent de trucken, hij weet precies hoe hij moet kijken. Ze zag er briljant hè. En ik denk, omdat ik er was en naast haar stond, en toevallig, serieus, toevallig, links van mij staat de moeder van mijn kind. Ik zat daar niet op te wachten. Ik, ik wil die vrouw maar niet spreken, daar gaat het maar niet om. Ik ben niet boos, ik ben ook niet teleurgesteld. Niet eens in mezelf. Maar een gesprek lijkt me niet zo zinvol. En die gozer die droop af. En ik raakte met haar in gesprek. En ik ondervroeg haar: want wie was die banaan? Waarop zij zei: Dat is er één van de club. Aha. En zij heeft mij ook verteld dat zij op een ochtend de woonkamer in kwam. En dat va haar vader. Ze vader, <laughs> wel leuk. Zijn <laughs> vader. vader dat die zei. Uh, Kijk, ik heb vannacht gitaar leren spelen. Luister maar. En zij zei. Hij ging gitaar spelen. So, whatever. Zij was zwaar onder de indruk. In één nacht. Ja, uh, wat moet ik nou zeggen? Je moet het er eigenlijk niet over hebben. Maar dit soort dingen gebeuren. Dat vind ik ook moeilijk om te bespreken. Is dat satanisme werkt? Wie is er kwaadaardig genoeg? Wie heeft de meeste minachting voor de mens? En die. Die de meeste minachting heeft voor de mens. Die maken we de baas. Want die zijn wij. Uh, Gedenk: Prins Charles. Oh, er was, nee, dat was een andere. Die had gezegd. Als ik reïnkaneer, wil ik terugkomen als een virus. Wat iedereen. Een... Dan kan je tegen mij zeggen. Ja, maar dat moet, je niet, dat moet, je, dat moet je niet te zwaar tillen. Dit was een grapje. Nee, dat is helemaal geen grapje. Je luister ik net te gek. Dat is wat ik vind. Ze zijn godslasterlijk. Zij ontkennen de laten we zeggen dat Immanuel Kant met zijn begrip das, op zijn Nederlands het, alleen op zijn Nederlands is het geen grappige afkorting. Je kan dus das niet goed vertalen in het Nederlands. In het Nederlands is het het ding op zichzelf. Daar gaat het om. En dat ding is de waarheid, en het leven, en de manier, de weg. En dat zegt Schopenhauer, en dat zegt Nietzsche. Nietzsche heeft vooral gezegd: Schiet op. Treuzel niet. Nietje maakte zich ernstig zorgen over ons. Want God was dood. Er was helemaal geen God meer. Iedereen had het over God, maar die was er helemaal niet meer. En hij zei, dat krijgt staatsconsequenties. Dan krijgen wij ingrijpen. Want daar wordt, dat, dat wordt op ingegrepen. En dan word je afgemaakt. Ati Schopenhauer heeft gezegd... het allerergste, dat komt nog. Wij gaan heel diep. Wij gaan ervaren wat de. Ja, hoe slecht mensen zijn. Wij gaan het inzien. Want alle slechtheid begint in die hele kleine dingen. Daarom zijn de tien wetten van Mozes niet opgeschreven, maar gebeiteld. Daar hou je je aan. Dus wet 1. Er is één het... Nu ein das. Es gibt kein zwei dassen. <laughs> Dit moet je op het das zeggen. Er is nur ein das. Niet twee dassen. Op zijn Nederlands kan je het ook zeggen: er is maar één het, alleen ja, het, wat is het. En das is ding. Aan zichzelf. Alle dingen die wij om ons heen zien, die zijn alleen maar omdat er andere dingen zijn. Bijvoorbeeld, ik maak een grapje hoor, pas op, pas op, pas op, Het gaat over seks. Maar uh, uh, vibrator. Dat ding vibrator, dat is alleen maar omdat er een ander ding is. En dat ding, dat is vrouw. Ja, ik kan niet zeggen van. Uh, maar dan. Uh, dus, uh, die, uh, die, een vibrator is niet een ding op zichzelf. En alle dingen om je heen die zijn niet op zichzelf. Jij bent ook geen ding op jezelf. Dat is ook wel het allerergste voor heel veel mensen om te moeten accepteren: uh, dat ze geen ding op zichzelf zijn, en afhankelijk van andere dingen. ...en er is één ding... ...en dat is op zichzelf. Das... ...ding... ...aan zichzelf. Het. Het... ...is. Dat kan je ook niet zeggen. Nee, want dit, dit is een ...is binnen het... ...nou ja... ...wordt logica. Kant werkt het goed uit... ...en die liep helemaal vast... ...tegen die moraliteit. Die kon hij niet verklaren... En het antwoord is gekomen van Schopenhauer. En die heeft gezegd ja, dat wat das is. Je kan het das noemen. Dat is geinig. En ja, noem het wil. Dat is een betere naam. Voor het. Dus het is dus wil. En Nietzsche komt erachteraan en zegt: Die wil is alleen een wil als die tot macht komt. Anders is het geprutel. En dat is niets: het is geen oorzaak. Zo, dan komen wij terug bij de wil, die gelijk staat aan het. En we hebben de Bijbel, die waarschuwt voor dingen. En daarin wordt gewaarschuwd voor koningschap en priesterschap. Ja, ja. Kijk, en als wij, zoals, de... als we daar niet bij stilstaan, dan doen we iets doms. En wij vergeten bovenal dat we ons druk lopen te maken over onze staat. Ja, de staat voor Nederlanden. Nou, dat klopt niet hoor. Want die wetgeving op milieuterreinen. Nou, dat kan best een beetje losser. En ja, dat vind ik echt hoor. Want die NO2-maatregelen moeten omlaag. En dat kan hier niet wel. Je doet dus dat, hè. Maar waarom dien je de heren niet? Even voor iedereen, Ik. Koop mij vrij momenteel. Punt. Daar heb ik voor gekozen. Dus ik koop mij vrij. En die arme mensen, die hebben dus te doen met mij. Terwijl ik mij aan het vrijkopen ben. Seri dit is geen grapje. Ik heb daar serieus voor gekozen. Ik ben uh, nogal technisch. Ik kan een heel goed boekhouden houden en ik denk, dat wil ik. Ik wil dan een soort dakloze bestaan, maar dan wel met een eigen huis. Maar niemand die op bezoek wil komen. Ja, dan doe ik mijn werk en dat doe ik niet voor mijn poen. Op het moment dat ik ga werken, doe ik dat niet voor de poen. Wat denk je nou dat als ik ga werken, dan doe ik dat uit medelijden met die arme mensen die mij moeten verdragen om de toiletten schoon te maken? Kan er geen andere homo sapiens komen? Dat is mijn taak. Dat is van ieder mens. Dat is wat je wil. Je wil de heren dienen. Het maakt niet uit wat je doet. Je doet het uit medelijden met de andere mensen. En ik vind het best wat je doet hier. Maar je organiseert een protestdemonstratie en dan wil ik dan... Hè? Dat er een frikandelgarantie is. Dat, dat iedereen die meedoet, dat, dat die ook soep krijgt. En dat er, weet ik veel, dat er buitenlanders uitgenodigd worden met opzet. dat tegen die buitenlanders ook wordt gezegd. We gaan nu even racistisch bezig, hè? Dus je, 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 vooral, nee, kom je, nee, nee alleen Irakese, zoiets, denk je? Dat je ook voorrang gaat geven en die maken de beste kebab. En die verdienen er ook wat aan. Dan doe je een beetje ontwikkelingshulp. Ik kijk er graag vrolijk tegenaan. Ik heb een beetje medelijden met die uh, mokkro's bijvoorbeeld. Die arme Lou. En dat mis ik bij Blue Tiger. En Klaas van Wolveren. En uh, de, Tom Switzer En Willem Engel. En de dat, dat oude hoed, maar door over Kijk eens om je heen. Ja, vandaag zat ik in een bus en ik heb inmiddels al, ik wist dat al vanaf het begin. Ik moet met de bus naar mijn werk. Oh, Piri, waarom koop je niet een eigen auto? Ah! Ja, ik moet met de bus naar mijn werk. Oh, perry waarom ga je niet lopen? Ja, ha, is 10 kilometer. Oh, perry waarom ga je niet fietsen? Ja, ha, ha, is 10 kilometer. Oh, perry waarom neem je je scooter? Dat heb ik ook geprobeerd. En dat werkt niet. Ik, ben, ik heb één proefrit gemaakt. Ik ben tot vijf kilometer gekomen. Toen moest ik weer vijf terug. En heb ik dat trillende apparaat bij Wim Kruidentuin in zijn tuin gezet. En ik ben bij hem gezeten. En, en een koffie. En een shackie. En, en na een kwartier zei ik tegen hem: Ik zit nog steeds trillen. Ik heb nog steeds een trill. Dat merk ik in mijn botten. Oh, ze hebben weer is een, uh... Ja, maar dat kan wel, ja. Dat het het kan wel. Misschien een elektrische fiets. Ja, maar uh, hou toch op, ik, ik moet in de bus. En dan weet ik al lang dat je in de bus zit, dan moet er dingen over je neus. En kijk, ik, ik adem niet door mijn mond in openbaar gezelschap. Ademloos. Dan ben je in naar de bus, man. Ik ademen doe je door je neus. En uitademen doe je door je mond. Ja, zo ben ik. En zo moet ik zijn. Dit is gewoon helemaal... Dit gaat tegen jullie, hè? Van de Blue Tiger en de en zo. En ademen, dat doe je door je neus. En uitademen doe je door je mond. En een beetje allebei. Een beetje... Dat maakt nog niet zoveel uit. Een lapje over mijn mond, dat, uh, daar komen we wel mee weg. Maar mijn neus gaat er graag vrij. En ik wist al lang. dat je, je moet links achter de buschauffeur zitten. Ik ben niet gek, snap je? En dan krijg je. Het gewoon... gaat prima. Als jij de buschauffeur niet kan zien. als jij de buschauffeur niet in zijn ogen kan kijken. dan kan de buschauffeur jou ook niet in de ogen kijken. Dus als je links achter de buschauffeur zit. Dan... Kan die jou niet zien? Je kan ook een ander plekje opzoeken. Je kan ook een beetje onderuit zakken. Je kan doen wat je wil. Als hij jou maar niet ziet. En inderdaad hoor. Vandaag iemand. Uh, die buschauffeur zo. Uh, die, die, die spreekt dan met zijn ogen in de spiegel. En met zijn stem tegen de voorhuizen. Dus hij kijkt gewoon vooruit. Maar hij kijkt naar achteren. Hoi hoi dag. Ik Zit er op je omlaag? Ik zie het wel hoor. Nou, Ik zat in zijn blikveld en ik had dus mijn mondkapje over mijn neus. Oh, 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 oh. oh. En je moet medelijden hebben met iemand achterin. Ik zei: Kom maar, laat zitten best een smerig verhaal. En dan kwam je zo binnen en er zit dus een meisje met een hele mooie benen. <laughs> Dat dacht een meisje, meisje. Oh jee, ik ben een oude man, maar zou je er echt wel zo uit moeten zien? Ik kan wel een mondkapje hebben als er meisjes zijn. Dan ziet het er allemaal heel decent uit. Maar ik dacht: oh, maar. Wow. Laten we het daar eens over hebben. Ja. Dus gewoon een pure, ik gooi alles maar even los. Ik wil eigenlijk voor alle politiek af. Ik wil dat er alleen maar gezelligheid is. En dat we zeggen dat carnaval. dat, dat is dan um, eigenlijk elke dag en je moet er wat van maken. En dat we de politici alleen nog maar uit gaan lachen. Meer niet. Grapjes maken. De god ze tijd. En dan serieus georganiseerde grappen. Met misschien een beetje goede muziek erbij. Eh, reggae. Dat we vooral multiculti gaan opereren. Dat ook die... Dat vind ik dan ook van, van die alternatieve media, is dat het zo ontzettend blank is. En dan nooit van het gezellige surinamer gezeur erbij. Ik weet wel een paar Surinamers waarvan ik absoluut weet, die houden de hele tijd hun mond tot ze wat te zeggen hebben. En dat soort Suri's. En ook, uh, ik wil uh, mokro's, ik heb, ik heb een paar Marokkaanse vrienden, nou, daar lust je geen haring van. En die een beetje, dat meer, meer een mismoes. Het is goed te begrijpen dat de strijd tegen de katholieke kerk, die is nog nooit gewonnen. En waarom nu wel? Met lichte verbeteringen? Dat, uh, dat we het draaglijk maken? Uh, Waar ben je mee bezig? Yo, ik rij, uh, ja, het is wel heel onderhoudsgevoelig, maar, maar af en toe weer een beetje bijsturen en dan weer een beetje bijsturen. En, uh, dan heb ik al zo'n koste maar dan hou je het wel op de weg. Ja, de weg naar wat, waar naartoe? Naar wat? Naar een wereldgezondheidsorganisatie? Hoezo zou een mens ergens op deze geografie langer leven doordat er ergens een stelletje mensen op kosten gaan dineren. Wat ik ook ergerlijk vond: is dat iemand van Café. Veldsmerts. Of de Blue Tiger. Of de, alles wat zich maar daarmee uh, zwaankleven aan. Hè? De allegorie van de grot van Plato. Die begrijpt geen hond. De allegorie van Plato was een blauwdruk voor een maatschappij. Je moet mensen informatie onthouden. Je moet ze laten kijken naar beelden. Die jij zelf fabriceert, en verhinderen dat ze naar elkaar kijken. En als er ook weer iemand is die je in de gaten krijgt: van hé, hey, we worden voor de gek gehouden, die persoon zal vermoord worden. Dat is Plato. Ja, zeg dat dan. J Jullie doen op deze manier een geschiedvervalsing. Het is een ernstige beschuldiging. Lijkt mij. Plato was een eeuw. Was een vulschrijver. Schrijf maar door. Net als Mozart, dat je blij bent dat hem dood is. We ja, houden het eindelijk een keer op met al die zomerhits. Ja, het moest er een keertje uit. Ik zit uren te luisteren naar jullie. Echt, Karel van Wolveren, uren geluisterd naar jou. En jij luister je nu nog? En mijn alternatief is dat die Hebreeërs gelijk hadden. Van alle volkeren hadden die Hebreeërs gelijk. Met hun alefbed. Oké, okay, het was niet op fronten. Het was onhandig op fronten. Dan kregen we Grieks. Dat is wat ik bedoel. Die Hebreeërs hadden gelijk. En je, je moet niet oude hoeren, Karel, over de moderniteit. en de huidige schandalen. Want dat slaat nergens op. Je, je bent gelijk, die homoseksuele man, met het showbiz-nieuws. Bij de NPO Radio. En Sjors van Haus, dat jij stilstaat bij het feit dat Israël de aanval... Dat was, dat, laten we even bij het begin blijven. Er zijn mensen naar Israël toegejakkerd. En die jongens, je begrijpt toch, jonge kerels wel, je bent er ook ooit eentje geweerd. En dan wil je een grote... Dan wil je een militair zijn. En die, die jongens, die zijn de Middellandse Zee opgestuurd met een vage opdracht. En die vage opdracht is mislukt. Daar moet je het over hebben. Het gaat niet om die Joden. Het gaat om de Jodenbestrijding. Ze laten uh, Joden dus, nou, de vage opdrachten uh, en dan bakken ze er niks van. Jij ja, vindt het gek. En ik heb helemaal geen medelijden met Joden. Waarom? De, de Joden, dat is het enige volk. waarvan zonden helemaal zijn uitgetekend. Al die Hindustanen. Ik heb nooit wat gedaan. heeft is van mij nooit wat opgeschreven. Nee, vind je het gek? Maar van die Hebraeërs wel, hè? Met Uriel. En dan wordt die Joden dan kwaad aangerekend. Omdat ze het hebben opgeschreven. Denk hierover na. Ik wil nooit meer enig kritiek op Joden. Er dus slaat nergens op. En laat die Joden hun Israël hebben. Als ze dat willen, waar ze het maar willen. Als de Joden zeggen we willen dat de Paraguay, dan mogen ze van mij de Paraguay. Of Moskou. Die Joden hebben het voor het kiezen. Want daar ben je Hebreeërs. Die begrijpen wat. Ababa. Kijk, en als je de Hebreeërs kent, dan weet je wat het betekent. Snap je ook? Ababa? Of Baabba? -aba? Ja, dat is een beetje wat je kunt kiezen. Hè? Ababa. Baaba. Ababa, baabba Snap je? En een beetje begrijpen waar Mozes het over had. Je kan niet. Dit is een mooi nummer van een Jood. Een Jood. Ja. En die heeft gezongen... Pablo Picasso was not an asshole. Nou, ik kan als... Uh, ik ben uh, ongeveer 1,32e Joods. Qua moeder, hè. Ja, de kinderen. Het gaat niet namelijk, uh, sinds handelingen gaat het niet meer per se over... Uh, dat je echt van je mama-dingers bent. Maar dat wel dan, uh, dat je het begrijpt. Dat je inhaakt. En net als die, uh, die Oostenrijkers in de tijd van Duitsland. Weet je, dat Adolf Hitler, dat, dat was de, de ansloes. Okay. Dat is Dat effect. Hè. Dat heet christendom. Je hebt geen Joods dingen, moeder DNA. Je bent er niet van, maar je bent er wel van, want je bent een zoon van Adam. En je begrijpt dat je een zoon bent van mens. Je bent zijn zoon. Ja, Adam. Mens dus. Dus je had ooit Adam. Mens. Adam is Hebraeus voor mens. Adam en je wens een zoon. Daar gaat het om. Maar er is helemaal niks. En je hebt die katholieke onderdrukking. Ja, we moeten allemaal hetzelfde geloven. Nee, we moeten helemaal niet allemaal hetzelfde geloven. Je begrijpt wat de waarheid is. Of je snapt er helemaal niks van. Warken! Je moet een beetje hard zijn in deze dagen. Ik heb veel geleerd van een dodenpreek. Van een artikel 31-dominee. Ik denk, al oh, wat jij doet, dat ken ik ook. Laat de doden de doden begraven. Lijkt me ook wel goed hoor. Dat we dat verplicht instellen bij het onderwijs. Dat. Kinderen vanaf uh, 13e, 14 jaar. die mogen. Uh, zo'n preek bij wonen. Uh, zoals ze dat leren. Laat de doden de doden begraven. En wie durft hem te begraven? Het is, ik vind dus van Blue Tiger en alles. Hier, allemaal best. Sta bij de waarheid stil. En prijs de Katholieke kerk niet. Want als je de Katholieke kerk gaat prijzen, dan ga je meebetalen aan de schuld. Dus als je kreditoos geeft aan de Katholieke kerk, dan gaat van jou een bankrekening af in de hemel. Als ah jij ja, vertrouwen hebt in de katholieke kerk, negeert dat af van uw bankrekening in de hemel. Dat nooit meer dat. En ik ga u niet spenderen. Ik ga geen geld geven aan iemand die schuld heeft aan de katholieke kerk. Heb je? Het is alles of niets. Het is één of nul. No. Het is mosiaans of helemaal niks. Geen Babylon. Dank u wel. Uh, nu komt de reggae. En die moet je er zelf even bij gaan verzinnen. Ik zal je nu adviseren. Uh, dat nummer van Bob Marley. En dat is Babylon Feel This One. Die opname is nooit op vinyl. Uh, dit, nooit, dit, dit, maar die is wel op YouTube. Babylon Feel This One. Nou, reggae is zo... Maar misschien een mooi afsluitmuziekje. Het is ook een leuk idee voor jou om dat even te gaan proberen. Babylon feel this one. Ik kan hem spelen. Tot de volgende.